Ik schiet je neer! Inderdaad, zeg het tegen ze. Ik hoor je denken, waar zijn we nu weer beland? Nou ja, welkom bij Kalvijn en Kiddo's seizoen 2. De serie waar de kiddo's de leukste avonturen laten leven, gewoon omdat het fucking grappig is. Misschien kunnen we jouw haren kammen. En we beginnen uiteraard met de legend. Oké, we gaan weer. Guy. Mij hoort niks. Vandaag heb ik een gevangenis geregeld. Inclusief acteurs, beveiligers, ontsnappingsroutes, pistolen, rookbommen en nog veel meer. En het mooiste is nog, Guy denkt dat alles echt is. Hij komt, ik hoor hem. Oh, wacht. Dit wordt lachen. Hey, weet je wat er gebeurt met mensen die stoute dingen gedaan hebben? In de gevangenis? Die komen er nooit meer uit. Wel. Ik heb slecht nieuws. Huh? We moeten naar de gevangenis. Nee. Ja, sorry man. Oké, dan ga ik toch gewoon ontsnappen. Ga je gewoon ontsnappen dan? Ja. Guy. Wat? We zijn de gevangenis, Guy. Ga je niet? We moeten ontsnappen uit de koude gevangenis, Guy. Oké. Easy. Ja, Guy wilde even ontsnappen. Oh ja? Dat gaat niet gebeuren, Guy. Jij blijft gewoon hier. Nee. Je bent stout geweest. Dus we sluiten jou op. Inbraak heb ik gehoord. Ja, weet je, ik ga straks gewoon alleen weer wegrennen. Dat denk ik niet. Wel? Leuk me nooit. Vingerafdruk. Daar, daar, daar en daar. En dat ga ik lekker niet doen. Ha! Gary! Zo. Mogen jullie in de nette rij achter mij aan? Jij mag voorop, want jouw vrouw. Dat is jouw bordje. Niet lachen, het is hier niet grappig. Mogen jullie weer netjes achter mij aan? En jij gaat voorop. Ik zet jullie aan elkaar. Jij zegt dat jij gaat rennen. Dat kunnen we alsnog. Iedereen, naar de auto. Ja, maar dit gaat niet zo makkelijk. Wel? Geef haar een compliment, vindt ze leuk. Ik vind het leuk. Als je dan een bewaker tegenkomt, wat doe je dan? Ik vind het prima en ik ren weer snel weg. En dan ga ik weer naar voren bewaken. En dan ga ik weer verder. En dan ga ik weer verder. Wow, yo. Je hebt gewoon scheid. Ja. Collega, ik heb twee nieuwe gedetineerden. Guy en Kalvijn. Ze hebben het al over ontsnappen. En dat is niet zo handig hier. Dat gaan we niet doen. Nee, dat zou ik zeker niet doen, nee. Ik vind het prima en ik ren weer snel weg. Naar binnen. Ja, we moeten wel hier uitkomen, vriend. Jij moet zo nodig inbreken, moet een telefoon vinden. Dat zou echt koude handig zijn. Ja, en dan opladen, want daar zit de stekker. Volgens mij ben jij niet bang. Nee. Zou je niet bang zijn in de gevangenis? Mm. Nee? Ik zit op slot. Ja. Ga zitten, ga zitten, ga zitten. Problemen? Nee. Oké. Hij is serieus, man. Ja. Door sterren toch godverdomme eens een keer met uw bal. Hoe loopt hij hier? Hij loopt weg. Kom, 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 kom. Ik zag iets net. Kijk wat daar ligt op zijn stoel. Pakken. Wacht, wacht, wacht. Kom, kom, kom. Kom, pak zijn telefoon, pak zijn telefoon. Snel, snel, snel. Snap het terug, snap het terug. Wacht. Zo, onder het bed. Kom zitten, kom zitten. Hé, en in een gevangenis, ben je dan niet bang? Nee. Ook niet als bewakers gaan schreeuwen. Hey! Dat maakt je helemaal niet uit. Nee. Ik denk dat als jij echt in de gevangenis zou zitten, dan zou je echt bang zijn. Wat zegt hij allemaal? Oh. Heb jij mijn telefoon? Fuck. Nee. Heb jij mijn telefoon? Maar zo nee, ik heb hem hier neergelegd, hij is weg. Wij hebben hem niet. Hebben hem niet? Jezus, dan moet ik godverdomme ergens anders zoeken. Hij zit er buiten, hè? Ik wil echt naar buiten. Doe weg, hij komt. Nee, hij komt niet. Ja, maar wat als we willen ontsnappen blijven en hij ons ziet? Weet je wat we gaan doen? Ga je broer bellen. En dan zeggen dat hij iets moet meenemen. Hij komt, ik hoor hem. Oh, wacht. Ga hier bellen, hè? Als hij nou komt, dan ziet hij ons niet. Met Jesse? Spakken nerf. We zitten in de gevangenis, we moeten ontsnappen, Jesse. Ik help jullie. Oké. Kun je langskomen? Ja hoor, ik kom op de stoel. Oké. Ja, we stiekem op. Nee. Jawel. Wat? Ik dacht even Roblox spelen. Nee, dat... 20 minutes later. Guy, bezoek is er voor jou. zitten. Wat heb je nou weer meegenomen, maat? Een taart. Het is gewoon taart, mevrouw. Huh? Wat is het? Mag niet doen. Yes. Zet ik ook mee die taart verstopt. Zo is het goed. Mogen we wel een taart meenemen? Ja, als jij die taart mee wil nemen, mag jij die taart meenemen. Hey Jesse, bedankt voor de taart, broer. Alsjeblieft. Stel je voor, er staat nu een bewaker voor je. Wat zou je dan tegen hem schreeuwen? Ik ga lekker achter je staan en je piemel drukken. Ben je jarig of zo? Nee. Jawel, jawel, je bent wel jarig. Ja. Oh, ben je jarig? Het is je eerste verjaardag in de gevangenis. Wat een geluk. Dus ook maar lekker gaan smikkelen van dat lekkere taartje van je. Hé, hey, bedankt hè? Ja, helemaal prima. Oké. Okay. Wat is dit nou weer? Hallo. Je houdt wel bij me, ja? Word straks nog niet boos. Wie? De bewaker. Nee, nee, nee. Word niet snel boos. Ik denk dat je heel bang bent in de gevangenis, als een klein meisje. Mama, ik wil weg uit de gevangenis. Nee. Jawel, volgens mij wel. Nee. Ik denk echt dat jij dan poesie bent in de gevangenis. We gaan deze proberen kapot te vuilen. Wat ziet hij nou? Wat? Hij hoort het. Oh ja, we moeten erop slaan. Nee. Ja, maar ik wil je echt aan. Heren, tijd om te luchten. Lekker taartje. Mooi jong. Wil je piemel drukken? Yo, bewaker, yo. Gaan we even een rondje lopen gewoon. Ik zat te denken. Bewaker ziet er een beetje slaperig uit. Lijkt alsof hij aan het pitten is. Ik ben helemaal klaar met die handboeien. Je doet gewoon af. Stel je voor, je bent in een gevangenis, je moet het wapen stelen van een bewaker. Zou je dat dan doen? Als ik dit ding bij me heb, kan ik het wel regelen. Hoe zou je dat dan regelen? Ik pak een pistool, die bewaker, pistool die buiten zit en iedereen gaat liggen. Ja, zou je dan onder schot houden zo. Hé, hey, blijf staan gek! Ja. Kom op mijn nek. Zal ik zo'n wapen pakken? Nee, nee, nee. Jawel, jawel. Ah! Goed, dan moeten we eruit. Oh, hey, hier komen we. Kom! Hier, we moeten deze deur. Pak je neer! Hier, pak de gun. Pak, pak, pak. Nee, 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 nee. Als we er niet bij mogen, schiet ik je. Ik schiet nog! Inderdaad, mafkees. Jij hebt mijn sleutels. Het zijn de sleutels van de blauwe deuren. Geef me die sleutels van de sleutel. We sluiten hem gewoon daar op. Sluit je op! Nee, kom op, schiet! Hou hem onder schot. Zo gaat hij weg. Nee, kom! Ga erin. Opschieten. Hou hem onder schot, hou hem onder schot. Ga je heen. We sluiten hem hier gewoon op. We sluiten hem op hier. Moet je mel houden. Ga zitten. Deze doe even op slot. We moeten die kant op, daar is niemand. Heel saai. Ik vind dat het tot nu toe best wel goed gaat. Ja. Ja. Dit kunnen we wel doen. Een paar sleutels van die kluizen pakken. En misschien zit in die kluizen een keur. Die denkt nu officieel dat we het gaan halen. We gaan het gewoon fixen. Wat zit erin, bro? Bewakerskleed. Ik ga me verkleden als bewaker, bro. Ja, maar weet je, dan verkleed jij ze. En dan doe je deze in je zak. Oké. Okay. Oh ja, we hebben ook nog deze. Ja. Ik ga hem afsteken straks. Deze moeten we even verstoppen. Kun jij ook in die zak stoppen? Dan neem ik gewoon mee naar buiten. Maar dan moeten we alles omgooien, dat ziet hij. Nee joh, doe gewoon daar. Bro, we zijn straks weg hè? Maakt niet uit. Pak het. Ik ga jou tillen. Jeff. Zo grappig. Ben je ready? Ja. Ga toch Hey, collegaatje. Heb je de was bij je? Ja, die gevangenen uit blok F, die lopen alles onder te schijten. Oké, loop maar door dan. Ga je lekker? Ga in die container zitten. Ze zijn bijna buiten. Is daar buiten? Daar is buiten. Wat is buiten mee gehaald? Dan moest je wat pakken. Dan gooien we daar ook. Let's go. Ik vind het zo tering grappig. Die zit er helemaal kievels zo vakken aan. Hey! Was vergeten. Wel alles in één keer meenemen, hè? Ik doe die doe ik straks wel erin. Ja? Oh, no. Ja, maar hij zit vol. Dan wil ik dat je dat zo regelt, ja? Oké. Hey, we gaan. Nee, we buiten. Er is niemand. Gooi dat eens toe, Hé, Kalvijn! Hé! Gooi die rommel! Ja! Hier zijn ze! Snel! Hé! Ik schiet je neer! Geen domme dingen! Nee! Niet doen! Zeg maar, ik wil je nooit meer zien. Zij loopt door mijn lief! Kut, zit er geen kogels in. Kut, moet snel! Hoi! Ga erin! Blijf staan! Nee! En lekker bro! Ze komen achter ons aan! We moeten van de weg, we moeten de lucht in. We moeten het land verlaten, Guy. Ben jij wel eens in een vliegtuig geweest?